Vandaag gaat de jury van de Bank Giro Loterij Molenprijs 2014 op pad om 5 genomineerde kandidaten te bezoeken. Reis met ons mee door heel Nederland en jij bepaalt welke molen er straks gaat winnen. Op houtzaagmolen De Salamander is te weinig plaats om de bezoekers en vooral schoolklassen goed te ontvangen. Daarom willen ze het molenaarshuisje vervangen door een spiksplinternieuw gebouw met educatief centrum. Met zelfgezaagde planken gaan de vrijwilligers samen met leerling timmermannen het nieuwe gebouw bouwen. Elke woensdagmiddag en zaterdagmiddag wordt er gezaagd. Ongelooflijk, wat goed zeg. En het gaat natuurlijk om dat mensen er ook naar komen kijken. Ja. Met name jonge mensen, ja. Je weet ons doel. Ja. Ons doel is natuurlijk om de verjonging in de molenvak te Precies. werk te stellen. Vandaar het educatief centrum natuurlijk. Hè. Dat is, wij willen dat dus zoveel mogelijk promoten onder de jeugd. We willen natuurlijk graag iets meer vertellen over de molen. Dus niet alleen het zaagproces, maar ook de techniek die er dus in die molen zit. En dat wil je graag op een andere plek doen? Dat willen we graag in het educatieve centrum doen. We willen daar dus met een multiscreen willen we dus de leugen kunnen laten zien wat het verleden van de molen is, hoe dit ontstaan is. Het is een oude molen uit 1794. Ja, vanuit de gemeente vinden we dit fantastisch en we ondersteunen dit dan ook van harte. Voor ons is cultuurhistorie heel belangrijk in de gemeente, maar ook de ruimtelijke kwaliteit langs de vlietoevers. En daarom is dat educatief centrum zo belangrijk. Want als we voor jong en oud deze plek interessant maken, dan kunnen we het verhaal doorvertellen. En dan is de molen er voor generaties nog steeds in de toekomst. En dan kan iedereen hiervan genieten. Dus het verhaal vertellen en het water en de cultuurhistorie met elkaar verbinden vinden we als gemeente heel belangrijk. Dit was kandidaat nummer 1. Stem op www.molenprijs.nl. Wij gaan nu naar Zeeland voor kandidaat nummer 2. Builen en schuilen in de maalderij, dat is het motto van Molen Vogelzicht. Builen staat voor het restaureren van de oude buil, waarmee je meel tot bloem zeeft. Schuilen kun je na de renovatie in de mooie gastvrije ontvangstruimte in de maalderij. Na de renovatie ontstaat een prachtige plek om het Zeeuwse molenleven te leren kennen. We willen met het project, met het plan, de maalderij aantrekkelijker maken voor de bezoekers. En als we dan de molenprijs ook echt winnen, dan gaan we de buil, die staat hiernaast, die gaan we restaureren. Wat zien we nou hier? Nou, wat is dit? Ik ken dit helemaal niet. Nee, dit is een apparaat, dat heet een buil. En een buil die zorgt dat het gemalen graan, dat gescheiden wordt in de componenten die erin zitten. Dat is bloem, dat is griesmeel en dat zijn zemelen. En je gooit het meel, zeg maar, dus in de trechter. Dan zit hier een elektromotor, een poelie geloof ik heet dat. En wat het dan overbrengt op deze buis, zeg maar, hierin, die dan draait. En door het gaat draaien, tokt dat steeds hierop en brengt dat eigenlijk gewoon door de kracht die het dan krijgt, slaat het dus op die manier eerst het fijne eruit, dat is de bloem, dan het iets grovere, dat is de griesmeel, en dan als laatste blijven de zemelen erin. Dus een soort filtermachine, een het soort filter. Schudmachine, ja, het schud. Zeg maar. Een schuddebak. Een schuddebak, kijk. Ja. De Molenprijs heeft natuurlijk als doel dat er nieuwe generaties molenaars komen en ook vrouwen als molenaars komen. Hier, als ik het goed begrijp, ben jij een molenaar in opleiding. Ja, dat klopt. Wat bracht je daartoe en hoe gaat dat in zijn Ja, dat is eigenlijk gekomen toen mijn vader gestorven is, 2,5 jaar geleden. En ja, mijn vader was eigenlijk altijd de molenaar. En toen, ja, toen hij gestorven was, had ik zoiets van ja, dit moet verder gaan. Want het is dus al, mijn overgrootvader die heeft de molen gebouwd en die heeft erop gewerkt. Mijn grootvader die heeft erop gewerkt, mijn vader heeft erop gewerkt. En ja, ik had zoiets van, dit moet in de familie verder gaan. Dus, en dan, ja, dan ga ik dus, dan ga ik hier op de molen en dan ga ik echt terug. Want er wordt nu eigenlijk geen meel helemaal. Dus dan ga ik echt terug maal. Zo. Ja, echt graan, echt terug maal. Ja. Net als dat mijn vader al deed en zo. Kijk, Lisbeth. Ja, dit is hem. Volgens mij volstrekt uniek in Nederland, of niet? Zo hebben we ze nog niet eerder gezien. Nee. En dan blijkt er nog een uniek smalspoor te liggen. En dat moet worden uitgeprobeerd natuurlijk. Nou, zo de bouwmachine. Wij zijn de bouwmachine. Dit
Dit was molen nummer 2. Als u wil dat deze molen wint, stem dan op molenprijs.nl of ga naar de App Store en download de speciale molen app. Wij gaan nu heel snel verder naar Gelderland, naar Harreveld. De bedekking van de romp van Molen de Hermine in Harreveld is aan vervanging toe. 17.000 eikenhouten plankjes, de zogenaamde schaliën, worden gemaakt en geplaatst door vrijwilligers en timmerleerlingen, maar ook door scholieren van de lokale scholengemeenschap. En zo wordt de kennis van het maken van schaliën overgedragen aan een nieuwe generatie. En dan die kant is dat veel sneller. Ja, ik zie het. Ja, oh ja, als je ze aanraakt is dat weg, zie je? Ja, als je er zo ook onder kijkt, dan zie je ze inderdaad. Ja. Maar die kant, de weerkant, is daar veel slimmer, hè? 17.000 schaliën willen we vervangen. Dat kost ons 90.000 euro. En lieve hemel, hoe kom je daaraan? De molen is altijd gezegend met ontzettend geweldige vrijwilligers die zich voor ons inzetten. Maar daarnaast zullen we dus ook op andere wijze hulp nodig hebben om dit tot stand te kunnen brengen. En we zijn ook heel erg blij dat we samenwerking hebben gevonden met scholengemeenschap Marianum uit Groenlo, Lichtenvoorde. En met de bouwmensen Gelderland Oost in Borculo en Doetinchem. Dat zijn twee grote scholengemeenschappen. Daar gaan we mee samenwerken. Want wat wij als vrijwilligers hier in de molen hebben, dat is een heleboel kennis. We willen de jeugd graag boeien en vertellen over de molen. En wie weet, voor een volgende generatie zijn er dan weer nieuwe timmerlieden, restauratietimmerlieden. En dan is er nog een bijzondere verrassing. Daar komt mevrouw Hermine Woltering, waar de molen naar genoemd is. Zij is 91. Lisbeth van der Pol, wat een fantastische molen, een geweldige naam en fijn dat u er bent. Het is echt fantastisch. Dit is de derde molen waarop u kunt stemmen. Wilt u ook dat deze schaliën worden gerestaureerd met behulp van leerlingen van de scholengemeenschap hier uit de buurt? Ga dan naar molenprijs.nl en u kunt daarmee een heel mooi weekend winnen in een oliemolen in Heerlen. Een molen die niet kan malen, is geen echte molen. Molen de Vlijt in Meppel is nu helemaal leeg van binnen en om weer net als vroeger moster te kunnen malen, moet er een maalinrichting komen. Deze volledige houten machinerie zal worden gebouwd door een molenmakersbedrijf en leerlingen van de opleiding Bouw, Hout en Meubelafdeling van het Deltion College in Zwolle. Nou, de molen is hier ooit neergezet met dit idee van wij willen weer een mooie molen aan de grachten van Meppel hebben. Ja, financieel was het gewoon eigenlijk onmogelijk om helemaal in te richten op dat moment. En nou goed, heeft hij nu 12 jaar eigenlijk voor de prins gedraaid. En nu zeggen wij van, we willen graag toch een binnenwerk erin hebben. Dat er toch echt iets met de molen gaat gebeuren. Ja. En mosterd, wij willen graag mosterd malen. Waarom mosterd? Een van de voorgangers van deze molen, die op deze plek gestaan heeft, daar zijn mosterdstenen in gevonden. Dus we hebben zoiets van, ja, dat is een mooie historische link om dan toch te kijken of wij ook weer mosterd kunnen gaan malen. Een voorproefje op de toekomst van koren en mosterdmolen De Vlijt Meppel. Hartstikke goed. Stem op ons en help ons aan 50.000 euro. Kijk, je hebt hem al helemaal als reclame. Heel goed. Toen hij opnieuw werd opgebouwd hier op het terrein, werd er toen ook al rekening mee gehouden dat het hele gewicht van de molenstenen en de hele machinerie rondom het malen, dat die er ook in zou komen? Is er allemaal op berekend? De molenmaker heeft mij verzekerd dat dat inderdaad kan. En hij heeft zelfs ervoor gezorgd dat net zoals de legeringsbalken hier zo zitten, eigenlijk ietsjes hoger dan dat ze normaal zouden zitten. En dat heeft hij ook gedaan met het idee van als je nu een koningsspil wil plaatsen, kun je hem door een raam of door een deur naar binnen steken. Okay. Want als je natuurlijk een koningsspil van een meter of 5-6 moet hebben, dan is dat lastiger als dat hij maar 3 meter is. Ja. Stem op molenprijs.nl, want uw stem is sowieso een euro waard. De winnaar gaat naar huis met 50.000 euro. En daarmee kan misschien De Vlijt deze mosterd gaan malen. Molenaar Ida Weringa heeft een droom voor haar Goliath, uitmalen op het wat. Daarvoor is de renovatie van de watervoorloop noodzakelijk.
Met de renovatie worden de kaden met beschoeiing hersteld, de bodem verstevigd en een trap naar de waterloop vervangen. Daarmee komt het uitmalen op het wat en Ida's droom een grote stap dichterbij. Ik wil je laten zien waar het om gaat. En juist met het geld van de Bank Giro Loterij zijn we in staat om ons project waar te maken. Want ik ga die prijs winnen. Ik ben op zoek naar 20.000 stemmers. En die ga ik halen. Reken erop. Hier gaat het dus allemaal om. We hebben een gedeelte van de beschoeiing hier zitten. En die is dus toentertijd, voor 20 jaar terug, niet afgebouwd. Er was geen geld meer voor. En nu is het oude gedeelte helemaal op. En dat oude gedeelte daar aan die kant is helemaal ingestort. Ja. Dus we moeten, als we straks weer op het wat willen uitmalen, want de Goliath is de enige molen die dat nog zou kunnen doen. Mm-hmm. En dat wil ik in ere houden. Je kan je niet voorstellen dat dit vroeger het wat was. Tja. Maar het is wel zo. Het is eigenlijk een hele jonge polder. En als je dus weer kan malen, zodat hier het water naartoe gaat, dan gaat het door deze sloot heen? Door deze sloot, gaat onder de weg door, tot aan die dijk. Daar zit een stuwtje. Nou, daar kan het rechtsaf. En dan gaat het de Waddenzee in? Ja, dan gaat het de Waddenzee in. Ja. Het is heel vaak het geval, dan worden molens gerestaureerd en dan staan ze in het landschap te verrotten. Mm-hmm. En dat wilde ik beslist niet. En dit is dan de vijfde molen waarop u uw stem kunt gaan uitbrengen. De Bank Giro Loterij Molenprijs is de grootste publieksprijs van Nederland. 20.000 stemmen, dat zegt Ida dat zij met gemak gaat halen. Stemt u mee? Uw stem is 1 euro waard en de winnaar gaat naar huis met 50.000 euro en kan zijn project tot uitvoering brengen. U maakt bovendien kans op een heel leuk weekend in een oliemolen in Heerlen. Stemmen dus!